Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 25 februari. In het oosten scheen de zon nog eventjes vanochtend, maar vanuit het westen neemt wel de bewolking toe. En er gaat ook regen vallen, met name in de noordelijke helft van het land. In het zuiden blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Vanochtend is het nog fris met zo'n 3 tot 5 graden. Vanmiddag wordt het 6 tot 8 graden. Misschien op een enkele plek in het zuiden zelfs 9 graden. Ook dan is er veel bewolking aanwezig en er valt dus af en toe wat regen of motregen. Vanavond ook veel wolkenvelden. En vanuit het westen wordt de bewolking dikker. En in de loop van de avond gaat het ook vanuit het westen regenen. Vannacht regelt het dan op de meeste plaatsen. Morgenochtend trekt de regen naar het oosten weg en dan wordt het weer op de meeste plaatsen droog. Mogelijk dat in het zuiden de zon even doorbreekt. De temperatuur ligt morgen tussen de 9 en de 11 graden en er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind, net als vandaag. Begin volgende week is het wisselvallig. Maandag is het nog rond de 10 graden, op dinsdag en woensdag wordt het een graad of 8. Het kan af en toe flink regenen en voor de zon is niet al te veel ruimte. Mijn naam is Raymond Klazen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijn weekend.